KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie. Hey mensen en welkom bij deze topper uit speelronde 2. Tom Heijnen tegen Giant Daalhuizen, oftewel Roda JC tegen Feyenoord. En dat is niet zomaar iets, want ten allereerste team van Roda, we kennen het natuurlijk uit speelronde 1, is geweldig. En ook Feyenoord heeft gewoon een heel prima team, wel ietsje minder. Maar Roda is op dit moment de koploper na één wedstrijd van deze E-divisie van dit seizoen. Een 5-0 overwinning boekte hij tegen Twente. Matthijs, heb jij die wedstrijd ook gezien? Ik heb de wedstrijd wel gezien en wat was het een wedstrijd. Ja. Een monsterscore was het. We verwachten op deze manier natuurlijk ontzettend veel van Roda. Ja, na een 5-0 tegen Twente, tegen Tony. Tony, een van de grote nieuwe jongens. Dan verwacht je nu ook heel veel. Maar we moeten Jay ook zeker niet onderschatten, want hij heeft een gelijk spelletje geboekt. Maar je krijgt meteen de grote kant van Ronaldinho en Isco. Ik kan nog niet eens even rustig vertellen dat Jay dus wel even... We zeggen oké, die heeft maar één punt gehaald uit zijn eerste wedstrijd. Maar dat is geen maar. Hij is de allereerste persoon ooit in de E-divisie die... punten heeft gehaald tegen Dani. Dani is voor de eerste keer heeft hij een wedstrijd niet gewonnen. Natuurlijk, vorig seizoen had hij alles gewonnen. Maar Jay heeft hem van een overwinning afgehouden. Dus eigenlijk misschien nog wel een nog knapper resultaat. In de klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Dus een gelijk spelletje eruit gehaald. Ja, een flinke mijlpaal. Want sowieso Dani die al stond echt uiteindelijk 13 of 14 punten los van de nummer 2. Ja, dus het is ongelooflijk om dan uiteindelijk daar punt tegen te krijgen. Dus het is een heel mooi affiche. Ja, gelijk de eerste wedstrijd. Hij heeft zich gelijk laten zien. Dus we hebben een speler in bloedvorm tegen een nieuwkomer die ook in bloedvorm lijkt te zijn. Roda eindigde vorig jaar, moet ik het goed zeggen, volgens mij op de 5e plek. En Feyenoord was vorig jaar 2e, maar dat was... Oh, dit moet hem zijn. Met Quinten en komt hier Roda 1-0. Dit is 1-0. Ja, het staat gewoon met z'n drie alleen voor de keeper, joh. Hij kan alle kanten op. Ja, dit is een hele lekkere goal van Ronaldinho. Ik ga het nog even voor de zekerheid checken. Ja, Roda was vorig jaar 4e. Natuurlijk, Tom was vorig jaar al de e-sporter van Roda. Eindigde toen 4e in de E-divisie. Dus ja, we moeten Tom zeker niet onderschatten voor dit seizoen. Laat zich gelijk blijken tegen de grote Tony. Staat nu alweer voor tegen Feyenoord. En was ook gewoon de nummer 4 van vorig jaar. Feyenoord vorig jaar nummer 2, maar dat was natuurlijk onder Quinten van der Morst. Ja, Jay dus, die heeft natuurlijk ook iets te bewijzen, want Quinten was inderdaad 2e geworden. Dus, kan hij dat beter? Ja, dat is de grote vraag, maar het begint niet ideaal. We hebben natuurlijk de klasse van Ronaldinho. Nu had hij wel dit keer een kans voor open doel. Ja. Maar ik hoor van iedereen dat Ronaldinho toch wel een van de must-have icons is. Iemand die iedereen eigenlijk al wil gebruiken. Ja, hij staat bij mij ook dik op mijn verlanglijstje. Ja. Kijk, weer grote kans. Het is weer Ronaldinho. Ja, je hebt het er net over. Dit gaat heel erg snel op dit tempo wordt het een heel lastige wedstrijd nog voor Feyenoord. Maar Tom is echt in bloed voor het moment. We kunnen ook wel zeggen dat Tom niet heel veel moeite heeft met scoren. Dat is denk ik een understatement als je de eerste wedstrijd 5-0 wint. En de tweede wedstrijd dan na 15 minuten met 2-0 voor staat. Dan heb je geen moeite met scoren inderdaad. Maar wat jij zegt, ja, met Ronaldinho zou ik het misschien ook kunnen. Nee, dat denk ik niet. Maar, misschien wel, maar niet zomaar tegen Tom of tegen Jay. Zeker niet tegen Jay zelf inderdaad. Die zich nu toch moet gaan herpakken na 20 minuten. Is dit de eerste keer dat hij eigenlijk in de 16 komt van Tom, maar de bal is al heel snel weer weg. Tom moet nu eigenlijk rustig die wedstrijd gaan uitspelen, al zou je bijna zeggen. Het is in ieder geval geen getikketak op het middenveld waar je een punt over kan krijgen. Nee, Con Suarez, en dat is net buitenspel. Dat is wel buitenspel. Dat is dan heel erg zonde, want dat was een heel grote kans. Ook mooi weggedraaid, maar ja, als het buitenspel staat, ja, dan heb je er heel weinig aan uiteindelijk. Ik vraag me op dit moment ook wel af, wat zou er nou omgaan in het hoofd van Jay? Weet je wel, die weet, oké, speelronde 1, ik heb gelijk gespeeld tegen Dani. Supergoed resultaat. Dan wordt het nog erger misschien wel. En nu sta ik al 2-0 achter na een kwartier en was het al bijna 3-0 hier. Dat moet toch, mentaal moet dat toch heel, heel raar eigenlijk ook zijn. Want hier is weer Ronaldinho. Ja, gaat die skill moves doen. Ik heb wel eens gezegd van ja, Ronaldinho heeft 5-star skills. Ja, vind ik eigenlijk ongelooflijk. Die gast die moet gewoon 6-star skills krijgen. Hij moet eigenlijk gewoon een eigen skill move hebben. FIFA moet gewoon een hele idee overhoop gooien en zeggen van oké, 5-star skills is het hoogst mogelijk haalbaar voor elke speler. Behalve Ronaldinho, die krijgt er 6. Dat maar is de enige speler die dat kan. Ronaldinho is toch uiteindelijk ook degene die de Elastico heeft uitgevonden. Ik weet niet wat hij allemaal heeft uitgevonden. Ik weet dat hij niet allemaal Ik denk dat hij er wel meerdere heeft gedaan. Ja. Maar de Elastico was echt zijn ding. Voor zover ik het dat weet. Dat is toch gewoon de akka, zeg maar, in moderne taal. Ja. Maar voordat ik iets heel stom zeg, maar volgens mij was dat. Ja, volgens mij, ja, ik weet niet, Neymar doet het ook altijd, maar dat is natuurlijk de generatie na Ronaldinho. Ja, wat een speler. Die samen, ja, je zou ze eigenlijk al een keer samen in een team willen hebben. In FIFA kan het, in het echt wordt het lastig natuurlijk. Ronaldinho's hoogtijdagen zijn natuurlijk ook voorbij. Ja, wij hebben ze nog allebei nog wel meegemaakt. Ja, ik heb Ronaldinho nog wel zien spelen bij Barcelona. Ja, Neymar uiteraard ook. Dat is ongelooflijk. Allemaal in die tijd ook met Juninho, die iedere vrije trap erin schoot. Henri zat dat toen volgens mij ook, Eto'o. Ja,
echt al die spelers die uiteindelijk... Hij heeft ook nog met Messi gespeeld. Ja, het is zo... Met Messi heeft nog gespeeld. Maar ja, dat was de Messi net begonnen met voetballen. Ja, niet net begonnen met voetballen, maar uiteindelijk net bij Dolbak. Ja, net bij Barca er doorheen kwam. Dan komt misschien een kans voor Feyenoord. Oh, dan zit het ook niet mee voor Jay. Nee. Dat rijmt. Geen iedere reactie van Jay, maar... Misschien nu dan. Hij blijft gewoon zich sterk bouwen. Dit vind ik heel knap. Ja. Dit vind ik heel knap. Je krijgt net die bal op de paal. Dan heb je toch een beetje... Zoiets van, ja, godverdomme, het wil vandaag ook gewoon niet. Het lukt gewoon niet. Maar dan herpakt hij zich gewoon 1-2 minuten later. Maakt hij met Cristiano Ronaldo de 2-1. En dan wordt het toch weer een beetje spannend. Ja, zo'n kans. Je zag Tom ook wel even kijken van... Oké, Tom, niet in slaap sukkelen naar die 2-0. Wel wakker blijven, erbij blijven. Hij moet wel weten waar hij mee te maken heeft natuurlijk. Het is niet zomaar een tegenstander. Nee, maar dat is hier in de Eredivisie sowieso niet. Zeker dit seizoen niet. Zoveel kwaliteit, je kunt niet even zeggen van... Ik ben deze wel eventjes. De voorsprong is nu al prima, ik doe wel even rustig aan. Ja, dat gaat gewoon niet, dat gaat niet lukken. Continu 110% geven. Het is toch wel iets anders dan de Weekend League, waar je dan ze nu in onze wedstrijd krijgen. Wij denken van, dit is... Even easy, tussendoor, lekker, even rustig. Speel ik tegen mijn neefje van 10 jaar jonger, zeg maar. Zo'n scenario. Ja, precies. Dat weet Tom natuurlijk ook als geen handel. Dus, gaat zich daar denk ik niet zomaar in verslikken. En het zou nogal zonde zijn als hij eerst met 5-0 glorieus wint van Tony. Om dan vervolgens hier zichzelf op te verslikken. Hier krijg je dan wel een grote kans dat hij de paas kan krijgen bij Bill. Doet hij niet, Ronaldinho op Isco. Ja, dit is 3-1. Isco maakt de kamer. Even dat vuistje. Dat is lekker. Goeie bal van Ronaldinho. Mooi afgerond. Wat een schot. Zie hoe hard die gaat. Het is een soort volley dropkick-achtig. De bal kwam omhoog. En hij nam hem eigenlijk op de volley. Het was niet echt een dropkick. Hij schiet hem dodelijk efficiënt binnen. Maar Isco... voor de mensen die mij persoonlijk niet kennen, ik zal even mijn ongezouten mening geven, waar misschien niemand op zit te wachten, maar ik ga het ook doen. Ik ben niet zo'n Real-fan als in, iedereen heeft toch altijd die keuze. Nee, iedereen heeft toch altijd die keuze, hè, Barca-Real. Nee. Nou, ik zal eerlijk tegen je zeggen, ik ben wel meer een Barca-fan, maar ik ben ook fan van Isco. Dat gaat dan moeilijk samen, omdat hij bij Real speelt. Maar ja, ik vind die jongen, ik vind hem zo geweldig. En dan heb ik het over het echte voetbal uiteraard. Maar... voor Tom is hij op dit moment ook van meerwaarde. En ik heb Bill dan uiteindelijk ook nog. Bill gaat naar binnen. Dat heeft Tom goed doorzien. Dat heeft Tom heel erg goed doorzien. Die balrol was misschien ook wel te verwachten. En dan gaat de corner op de paal of op de lat. Nee. Ik weet het niet eens. Maar dit was goed verdedigend spel van Tom. En je ziet hier toch uiteindelijk dan dat Jay dan niet stil blijft zitten. Hij staat nu dan 3-1. Niet ideaal, net voor het einde van de eerste helft. Maar hij probeert wel alles om die 3-2 te scoren. De aansluitingstreffer dan om uiteindelijk dan die 3-3 te gaan maken uiteindelijk nog. Maar hier komt Pogba en dat is dan een heel mooi schot. Nou, dat was zo lekker geweest even voor rust. Maar het lukt hem niet. Het blijft 3-1 bij rust. Je ziet wel, Jay heeft zelfs de meeste schoten al. Is Tom met Roda wel ontzettend efficiënt in zijn schoten. Maar wat dan, zeg maar... lastig is of wat ook wel mee moet blijven spelen. En zo zou Jay ook al denken. FIFA 18, er wordt veel gescoord. Dat weet jij, dat weet ik, dat weten we allemaal. Dus 3-1, dat is helemaal niet onmogelijk om daar nog van terug te komen. Iedereen kan scoren. En het moet maar net even vallen, weet je wel. Als je heel makkelijk naar die 3-2 komt, dan zul je zien, dan valt die 3-3 ook nog. En dan ga je gewoon weer met een punt naar huis. Of misschien zelfs nog een overwinning. En dat is denk ik ook wat Jay natuurlijk op dit moment ontzettend op zit te hopen. En dat ook gaat proberen te forceren. Maar we gaan het allemaal zien. Tweede helft is van start. Gelijk vanaf de aftrap, we kennen het inmiddels ook na speelronde 1. De beetje FIFA 18 glitchy-achtige momenten vanuit de aftrap. Kijken of Jay daar gebruik van kan maken. Het komt heel met Suarez, maar uiteindelijk heel goed verdedigd Maldini. Ja. Niet de minste verdediger overigens. Maldini, echt legend. Maldini is een beetje een icon. Ja. Oh, hij zit er wel ook in een icon. wat een toeval. Maar als jij nou echt een icon moet kiezen waarbij je denkt, die wil ik echt per se meteen terwijl je een grote kans krijgt van Suarez. Wie zou dan echt die icon worden? Ja, ik weet niet waarom je dit nog vraagt. Maar de versie, dat maakt me niet eens uit. Maar ja, natuurlijk. Ik ben PSV-fan en dan kom je toch uit op Ronaldo Lima. Ja, Nazario Lima, dat is echt... Ik vind het wel tof dat hij zijn PSV-versie ook echt in de game heeft. Je hebt de 90-rated versie, is natuurlijk afkomstig van PSV. Die andere is al, weet ik niet precies. Hij heeft natuurlijk een hele hoop clubs gehad. Is niet bij Inter en Real Madrid? Ja, maar ik weet niet, hij heeft een aantal clubs gehad hoor. Ik weet niet of het per se die versies voor die clubs zijn. Want IE maakt het in theorie niet bekend. Alleen aan de foto's kun je het zien. Ja, maar even helemaal bij Ronaldo, die drie van die fases heeft gehad met zijn rare haren. Ja, precies. Lijkt... Aan zijn haren kun je heel makkelijk zien uit welke tijd, zeg maar, die afkomstig is. Maar ja, weet je wat het is? Hij heeft ook alle clubs gehad. Ik bedoel, hij heeft Barca gehad, hij is naar Inter gegaan, naar Real en naar AC Milan. Dus ik weet niet exact
welke speler van welke tijd is. Maar dat is wel mijn lievelingsicon. Maar ik denk van ongeveer iedereen die dit kijkt. En ik denk dat Ronaldinho er ook nog wel hoog bij in iedereen's lijstje komt. En je zult ook spelers als Henry, Maradona mogen we ook niet vergeten. Die hebben we overigens, die zien we weinig in actie. Ja. Henry, zijn wel e-sports die hem gebruiken. Ronaldinho zie je bij Tom. Ronaldo is volgens mij bij Heracles, bij Brian. Wat is jouw favoriet? Ja, ik denk ik op zich, mijn echte favoriet is natuurlijk uiteindelijk die 94 Ronaldo. 96 zelfs. Ja, 96 of 94, ik vind het allebei ja, prima. Die 96 is denk ik onmogelijk om te halen, zowat. Ja, 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 maar ik denk als ik echt, ik denk een redelijk opmerkelijke keuze. Ik denk 93 Henry doen. Ik vind hem echt geweldig. Hey, hij kwam ook nog wel in mijn lijstje nog wel inderdaad naar boven. Maar inderdaad, je kijkt wel gewoon met Bill en daar is ook de 3-2. We zijn allemaal over icons aan het praten, maar we moeten natuurlijk Garrett Bill, die misschien over 10 jaar wel een icon krijgt, als hij stopt met voetballen. Maar op dit moment is dat gewoon een speler, dat is nog geen icon, dat is wel een legende voor Real Madrid en op dit moment ook voor Jay, want hij maakte 3-2 met Bill en de spanning is terug in de wedstrijd. Ja, het is ongelooflijk. Maar stel, ze hadden nu nog een Henry in het veld, zoals ik net al zei, nou dan wie weet wat er dan gebeurt. Ja, wie krijgt meteen al tegenstoot en Ronaldinho. Ja, ja, ja. Het is bekend, we kennen de Jay zucht er ook een keer bij van, ja. Ik moet echt zeggen, nu ik hier zit, dit zie en Ronaldinho een hat-trick erin schiet, ik wil hem zo graag proberen. Het is ongelooflijk. Ik wil hem zo graag packen of gebruiken. Ik wil het, zeg maar, mijn handen jeuken. Zeg maar. Hey, Tom, mag alsjeblieft een keertje je PlayStation lenen. Ja, dan mag ik even een potje. Ja, Tom heeft natuurlijk ontzettend veel geld kunnen investeren. En daarmee dus deze geweldige spelers allemaal kunnen kopen. Ik denk dat hij er ook wel ontzettend blij mee is. Ja. Om gewoon dat voorrecht bijna te hebben. Om gewoon iemand als Ronaldinho te mogen gebruiken. Dat je dat überhaupt mag. Lijkt me al een topgevoel. Hij speelt hem hier weer helemaal vrij. Wie was dit? Daar komt hij bij Ronaldo, kwam je uit. Ja, Ronaldo was het. Die heeft hij er gewoon even naast staan. We praten gewoon op dit moment alleen maar over Ronaldinho. Maar Cristiano Ronaldo staat er nog naast. Ja. Dat is echt. Hoe kan het? Dat team, joh. Dat moet miljoenen kosten. Ik hoop dat ik één van die icons aan het einde van FIFA heb. Ja. Uiteindelijk, zeg maar, aan het einde van FIFA 17 kwam je wel op een mooi aantal. Ik had dan ook Neymar Messi gepakt, daar niet van. Maar zeg maar, ik hoop uiteindelijk gewoon om zo'n Henry te krijgen van 93, die dan die Prime, die kans net misgaat. Ja. Of zo'n Ronaldinho of Ronaldo. Ik denk misschien Ronaldinho nog liever gebruikt dan Ronaldo. Ja? Dat hij toch wel iets exclusiever is. Zeg maar, Ronaldo dan heb ik een keer gebruikt. Jij hebt het nu over de Ronaldo 9. Ik heb het over R9. Ja, want Tom speelt met Ronaldo 7, zeg maar. CR7. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld Ronaldo echt R9, zeg maar, die wil ik. Heb ik ook een keer een draft gebruikt, dan vond ik muziek goed. Dan heb ik ook een keer kijken hoe Ronaldinho gewoon speelt. Ja. Simpelweg omdat het zo'n balhoog is. Ja, ja. Het is niet normaal. Het is wel eens extra moeilijk gemaakt door al die Ronaldo's die nu in de game zitten. Dus de ene is nog beter dan de ander. Je hebt de icon Ronaldo van 90, je hebt een icon Ronaldo van 94, maar je hebt ook weer Cristiano Ronaldo van 94. En uiteindelijk een goal, die krijg je ook bij. Ja, een goal ook nog. Is het Cristiano Ronaldo? Dat zou het verhaal wel compleet maken. Het is Suarez. Die heb je natuurlijk ook. Maar ja, Cristiano Ronaldo gaat ook nog in forms krijgen. Team of the Year, Team of the Season. En dan heb je nog 96 icon Ronaldo 9. Er zijn zoveel Ronaldo's dit seizoen om te gebruiken. Ik denk dat ze allemaal, de ene is nog chiller dan de ander. Als ik uiteindelijk de keuze zou moeten maken, zou ik 100% 94 icon Ronaldo of 96 icon Ronaldo kiezen boven de 99 Ronaldo. Simpelweg dat hij 5 sterren skills en 5 sterren weak foot heeft. En Chrissy heeft maar 4 sterren weak foot. Die 4 sterren weak foot. Ja. Dat verschil is ongelooflijk. Ronaldo CR7 is heel goed, maar in game. Maar als je die 5 sterren zwakke benen een keer meepikt, nou, dat verschil dan merk je echt wel op. Ja, zijn allebei natuurlijk. Dus als ik volgens moet tekenen, zou ik even de twee wel willen. Daar niet van. Je krijgt hier ook nog een grote kans. Oh, die paas komt niet aan bij Bill. Dat was volgens mij niet de bedoeling. Inderdaad, jij zei wat ik dacht. Volgens mij wilde hij hem niet daarheen spelen. Maar inmiddels 4-3. We hebben een hele doelpuntrijke wedstrijd. Ook een hele spannende wedstrijd. De laatste 10 minuten zijn ingegaan voor Jay. De laatste kans nog. Hij kruipt bijna zijn scherm in als ik zo de facecam zit te bekijken. Maar kan die nog wat uitrichten tegen het geweldige team van Tom? Want dat het een geweldig team is van Tom, ja, daar zijn we het inmiddels allemaal over eens. En daar komt Ronaldinho in die paas. Neemt hem mee, dat is misschien wel slim, want hij kon hem niet schieten. Wat een paas, dit is heerlijk gedaan. En weer een assist van Ronaldinho, hè? Ja, goed teruggelegd. Bill maakt hem af. En ik denk dat we nu al mogen zeggen dat de wedstrijd in de tas is voor Tom. Al weet je het nooit. Het is en blijft voetbal, hoe vaak kunnen we het nog zeggen. Jay gaat het nog wel natuurlijk proberen, want ja, je moet iets. Vanaf de aftrap is dit goed verdedigd. Roberto Carlos. Koekoek. Dat scheelde helemaal niks. Ik dacht eerst dat Tom zijn eigen speler tackelde. Maar toen dacht ik, dat is fijn, want dat kan toch niet. ik vond de reactie van Tom, daar ben ik het 100% mee eens. Gewoon die... Ja, als je die incasseert, dan baal je. Hij schrok zich nog even, want dan had het nog spannend kunnen worden. Maar aangezien deze bal misgaat,
kan Tom nu zijn balbezit houden. En denk ik dat er niet heel veel meer gaat gebeuren in deze slotfase. Ik zag hem zelf ook niet aankomen. Ik zag die man helemaal niet insliden. Nee, zie ik daar zijn speler van Feyenoord. Die komt een beetje ingegleden, alsof zijn leven ervan afhangt. Ja, komt er nog een goal aan? Nee, dat was buitenspel geweest. Goed dat hij hem inhield. Goed gedaan door Tom, maar ook goed verdedigd van Jay. Ik denk dat de wedstrijd er nu wel op zit. De 90ste minuut is ingegaan. We krijgen nog wat blessuretijd. Misschien dan toch nog een kansje voor Feyenoord als hij hier doorkomt met Cristiano Ronaldo. Maar dit is gewoon heel goed verdedigd door Ferdinand. Een van de andere icons van Tom. Walker gaat die bal nog rustig naar voren halen. En dan is het nu wel afgelopen. De 2 minuten blessuretijd zijn ingegaan. En de scheids zal zo meteen affluiten. En dan zijn er 6 punten voor Roda. En dan denk ik wel dat hij die... Terwijl het er nog een kans is voor Feyenoord. Dan denk ik wel dat hij die nummer 1 positie houdt. De wedstrijd zit erop. Roda pakt hem. Ga naar 6 punten. Feyenoord, ja, je ziet het aan de foto. Blijft op 1 punt. Ja, we staan hier binnen als Jay van Feyenoord. En ja, waar je de vorige week nog de grote klopper van Dani was. Met een gelijkspelletje. Helaas wat minder vandaag. Ja, het kwam vroeg op achterstand. Waardoor ik gelijk achter de feiten aanliep. Ja. Hij heeft natuurlijk ook echt topspelers in zijn team, Ronaldinho. Ja, ik zag Ronaldinho net af en toe als een mes door de boter gewoon doorheen razen en was niet van stop aan. Nee, ik heb absoluut mijn best gedaan om alles te verdedigen. Alleen die Ronaldinho loopt er zo 3 keer doorheen. Ja. Nou, goed, ik moet zeggen, wat je wel siert is, je komt dan inderdaad 2-0 achter. En op een gegeven moment wordt het voor mij 3-1 en je blijft wel telkens aanhaken. Het is niet dat je de handdoek gooit of dat je denkt, ik ga heel veel risico's nemen. Je blijft wel gewoon gefocust en uiteindelijk wordt het dan 5-3. Maar het had ook 4-4 kunnen worden, bij wijze van spreken. Ja, ik was inderdaad nog steeds op zoek naar de aanstellingsreffer. Ja. Die kwam ook 2 keer. Alleen hij scoorde dan precies weer de 4-2 en daarna de 5-3. Ja. Dat is ook een extra gaatje, maar ik denk dat het voor veel mensen, en ik hoor dat mensen ook achter me zeggen, best wel toch mentaal knap is om als nieuwe speler tegen een toch ervaren gozer als Tom telkens blijven aanhaken en toch wat ook dat extra motivatie te blijven geven. Dus ik denk dat je daar wel respect voor hebt gekregen. Ja, ik heb inderdaad gewoon mijn best gedaan. Tom heeft al een seizoen erop zitten. Ja. Voor mij is dit mijn eerste seizoen natuurlijk. Ik heb nog geen ervaring, hij wel wat meer, maar ik probeerde gewoon wat je zegt aan te haken en proberen nog die gelijkmaker te scoren. En dan wellicht nog voor de winst te gaan. Ja, we staan hier naast Tom Heijnen, een oude bekende ook van vorig jaar. Namens Roda JC. Zojuist gewonnen. Allereerst gefeliciteerd. Dankjewel. Van Jay van Feyenoord. En Jay, dat lijkt een beetje de verrassing van het seizoen tot nu toe. Die heeft meteen al een punt gepakt tegen Dani. Dus van tevoren was je daar bang voor? Dacht je van dit kan gevaarlijk worden? Of denk je nou, nieuwkomer moet ik hebben? Nee, zo heb ik absoluut niet gedacht. Ik weet dat hij heel goed is. Ik heb vaker tegen hem gespeeld namelijk. Maar ik heb mezelf heel lang voorbereid hierop, eigenlijk een heel jaar lang. Dus ik ben sowieso bang voor niemand. Ik weet wat ik zelf aan me kan. Dus, Je komt hier voor de winst en niks anders. Te pakken, ja. Daarvoor ben ik hier. Ja. Ja. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports, partners van de E-divisie.